heel handige nakijkblad voor elk werkwoord. Tot en met het voltooid-deelwoord. En dat is gewoon handig, want die print je uit. En dan kunnen ze hun werkwoord opzoeken. En dan kunnen ze hem nakijken. 1, 2, 3. 3 weken. Ik ga vast tissues bestellen. Switch! Ik heb wel 100 namen. Ja, dat weet ik. Maar noem me liever Piemel, want zo heet ik. Geen knoort, geen ploert, geen pak een beet, geen pielemuis, geen winterpeen. Ik heet Piemel, Piemel. En waarom zou je niet naar buiten gaan met het mooie weer? Lekker buiten lessen. Gaat ze mee? Ja, ze gaat mee. Hi. Het is een hi. Ik wil even je onderkijken. En weet je het al? Tommy of Simba? Kijk dan naar Simba. Kijk dan, kijk naar de onderkant. Simba. We zijn er weer in EK-thema, wat ze gisteren hebben opgehangen. En kijk, hier, deze. En die hebben ze ook aan de andere kant opgehangen. Het is echt van die oldschool. Ik weet even niet hoe die heette, want je had wuppies. Maar ik weet even niet hoe je deze noemt, die kleine dingetjes. En je hebt natuurlijk ook die leeuwtjes, maar die wuppies, ik ben die wuppies kwijt, denk ik. Goed, EK is begonnen. Vandaag is het dinsdag. Gisteren was maandag de eerste dag na kampen. Toen hebben we even tranquilo gedaan. Vandaag hebben we wel rekenen, spelling. Maar we gaan spelling ook voornamelijk buiten doen. En deze ochtend hebben ze een inloopochtend. Ze kunnen kiezen uit topografie leren, woordkoorden, lidwoordenspel. Of het poppet game of speech daten met werkwoordspelling. En dat doen ze even tot 9:15. Na de pauze gaan we werkwoordspelling oefenen. En op Teaching Share heb je zeg maar 8 werkvormen voor werkwoordspelling. En dan heb je zo'n heel handige nakijkblad voor elk werkwoord. Tot en met het voltooid-deelwoord. En dat is gewoon handig, want die print je uit. En dan kunnen ze hun werkwoord opzoeken. En dan kunnen ze hem nakijken. Want voorheen deed ik dan dit. Toen ging ik zelf alles invullen. En dat was best wel veel werk. En nu heb je gewoon een lading aan werkwoorden in één blad. En dan heb je een vergrote versie en een klein. Dit is de kleine. En nou had ik bedacht om dit te doen. We hebben nieuwe clipboards voor buitenlessen. Dan hoeven we tenminste de taalboek niet meer te gebruiken. En dan krijgen ze dus deze. En normaal gesproken gebruik ik zo'n strook per kind en dan schuiven ze door. Dus dan zeggen ze switch en dan schuiven ze door. Dat is het simultaan tafelrondje. En nu gaat dit niet doordraaien, maar de kinderen. Dus een soort buitenles. En dan denk ik, want ik heb nu niet de werkwoorden ingevuld, dat ik per clipboard een setje werkwoorden ga uitknippen. En die zet ik even erbij. Dus elk bord krijgt 3 werkwoorden en dan steeds switchen. En ik denk dat we er 10 minuten mee bezig zijn. Plus minus. Ja, dus. Zo gaat deze kant op.
Dan is het 3. Ja. Tijd voor een buitenles. En ik heb hier een kind dat achtervolgt mij. Ze heeft helemaal niet. Nee, lieve, ze heeft niks. Je heeft niks op haar. Nee, ik heb niks. Maar helemaal niet. Ja, waarom vlogt hij dan? Gewoon. Wie? Vind ik leuk. Nee. Ja, oh, zo grappig. Omdat ik het dus eigenlijk altijd iets verstop bij mijn benen, denken ze dat ik dat nu ook doe. Maar is niet altijd zo. Dit spel stond gewoon op bovenbouwwereld, dus dat is mooi. Dat is weinig voorbereiding, gewoon uitprint en ophangen. Dat is niet leuk. Hoezo niet? Hallo, wat is niet leuk? Welke les moet je ook? Hey, sir. Waarom is, wat is niet leuk? Hallo. Waarom is het niet leuk? Nee, omdat ik er nog één moest. Maar ik heb 20 doen. Ja, elke keer wanneer helaas wordt het doelpunt afgekeurd. Heb je nu nagedacht over de regels? Nee. Welke regel is het dan? Kofschip. Ja, en wat vertel die dan. Kofschip, we zitten er niet in. Ja, niet zomaar snel schrijven, vriend. Ja. Kijk, wat een goede kanjers. Ja, als je klaar bent, moest je namelijk de spelling maken. Jullie hebben de mazzel, jullie hebben een tafel. Lekker op de wipwap, spelling maken. Schobbelen, spelling maken, lekker naar buiten. Hey, als je klaar bent, dan kom je hier. Haha. Ik wil eerst dat we gaan oefenen met het doordraaien. Jullie moeten zelf een vaste route met de klok mee. Je laat je ding liggen, je vult nog niks in. Maar je doet wel even alsof, zodat het allemaal goed gereguleerd gaat. Oké. Leg je clipboard neer. Dan gaan we even oefenen met draaien. Anders gaat het mis. Switch! Oké. Switch! Oké, mooi. Dan roep ik iemand bij me en dan ga jij de werkwoorden uitdelen. Als eerste groepje. En dan leg je hem alvast op je clipboard. Oké. Klaar voor? Als iedereen klaar is... Nou moet je gaan zitten in het midden van je groepje. Dan weet ik wie er klaar is. Als ik zeg switch, moet je switchen. En schrijven. Switch! Dit ziet er heel grappig uit. Switch! Zo noteren. En wat vonden jullie van de nieuwe manier? Nou, ja, leuk. Wel leuk, alleen voet doen pijn. Ja, ik vind het leuker dan de andere. Je hebt de kleine schoenen. Wat zeg je? Ik vind het leuker dan de andere. Dat stilzitten, dit vond je leuker. Ja. Okay. Ik heb een boek gekregen.
En dat heet Seks is niks geks. Wel, seks. Ik ga even er... er staan gedichten in. Bijvoorbeeld... Ik heb wel 100 namen, ja dat weet ik. Maar noem me liever Piemel, want zo heet ik. Geen knoort, geen ploert, geen pak een beet. Geen pielemuis, geen winterpeen. Ik heet Piemel, 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 aangenaam. Een stukje informatie over de penis. En dan is hij op verschillende manieren. Het is een heel grappig boek. De zaadjesrace. Eén eindje zit geduldig in de buik van tante Trace. Te wachten op de winnaar van de grote zaadjesrace. Te wachten tot de wedstrijd gaat beginnen en wie van al die zaadjes gaat winnen. De zaadjes zitten samen in de ballen van oom Bert. Te wachten op het teken van de wedstrijd is gestart. Oh, van Bart. Nog even, dan vertrekt de hele horde. Olé, 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 wie gaat het worden? Daar staan ze, alle zeven op een rijtje. De sterkste mag naar binnen, zegt het eitje. Maar er staat ook in met vragen. Wat is bijvoorbeeld een erectie? Is dat A, een manier om seks te hebben, niet liggend, maar staand? Is dat B, een piemel die zin heeft in seks? Is het C, een poenie die zin heeft in seks? Wie zegt A, een manier om seks te hebben, niet liggend, maar staand? Wie zegt B, een piemel die zin heeft in seks? Wie zegt C, een poenie die zin heeft in seks? Wie weet wat een poenie is? Minke. Hoe? Ons gedeelte. Wat is een ander woord voor poenie? Ik ga even stokjes trekken. Oh, oh. Kik, noem eens een ander woord voor poenie. Nee, seks is niks geks. Ander woord voor poenie. Vagina. Zeger. Poes. Die hebben we al gehad. Meike. Allemaal namen voor een poenie. Vrouwelijk geslachtsdeel. Vrouwelijk geslachtsdeel. Racer. Een kut. Een kut? Ja. Riva. Er zijn er heel veel hoor. Ja, je doos. Trucendoos. Trucendoos? Ja. Oké. Okay. Poenani. Gegichel allemaal, maar het is normaal. Seks is niks geks. Ben je gek? Seks is fijn. Als seks niet bestond, zou jij er niet zijn. Had je moeder het nooit met je vader gedaan, dan had jij dus nooit van je leven bestaan. Allemaal over haargroei. Wat opvalt is als je allemaal op een rijtje zet, dat er veel namen tussen zitten die je kunt eten. Als je het over pony gaat, dan is het doen vooral de namen van fruit het goed. Namelijk een pruim, een perzik, een abrikoos, een dadel, een flamoes. Dat is een oud woord voor framboos. Of een koffieboom. Oké, weer een quizvraag. Komt-ie. Wat is een peniskoker? Is dat A, een pan waarin kannibalen vroeger piemels kookten? Ja. Piemels waren voor menseneters wat je noemt het neusje van de zalm. Extra mals en fijn van smaak. Het eten van gekookte piemels was alleen weggelegd voor stamhoofden en speciale gasten. B. Een kok die is gespecialiseerd is in het bereiden van piemels. In sommige Aziatische landen is de penis van de yak nog steeds graag gegeten gerecht. Heerlijk met een scheutje sojasaus en het is goed tegen puist. C. Het is een kledingstuk waarmee Papua's in Nieuw-Guinea hun piemel bedekken. Ook in sommige Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen worden de peniskokers gedragen. Vaak zijn ze gemaakt in fleskalebassen die speciaal voor dat doel in de juiste vorm wordt gekweekt. Wie zegt het is A, een pan waarin vroeger kannibalen piemels kookten? Wie zegt B, gespecialiseerd in het bereiden van piemels? Wie zegt C, een kledingstuk? Ja, dat is goed, kledingstuk. Ook het enige echte Nederlandse piemel- en poenielied. Piemel. 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 Piem
dit boek. Het is leuk. En het gaat eigenlijk over... het staat vol spannende plaatjes en belangrijke weetjes. En komen quizvragen over moeilijke woorden in voor. En er staan gedichten over piemels, poenies, over oma's die gaan kamperen in hun blootje. En over hoe zeepokken het doen. Het gaat ook over oma's in hun blootje. Godverdamme. Dus een boek en dat laat ik gewoon rondgaan. En dan kan iedereen even in neuzen. Er staan ook super grappige plaatjes in. En het is een beetje grinch, zoals de kinderen zeggen. Dus ze vinden het lastig om... toen ik vroeg, ken je een ander woord voor poenie? Toen was het vrouwelijks geslachtsdeel. Dus waren ze nog netjes. Toen werd er opeens kut gezegd. Dus het verschil is nogal groot. Maar ik denk dat het belangrijk is dat jullie toch leren om te praten erover. Want het is toch wel... belangrijk om te weten wat er met het lichaam gebeurt. Wat voor onderdelen je vagina heeft. Niet dat je ineens denkt, oh wat is dit? Hoort dit daar? Juffrouw. Ik dacht eerst dat pony gewoon zo'n pony was of een paard. Ja, pony. Dat is iets anders dan een pony. Ja, dat weet ik, maar ik vind het anders. Oké, ik had vandaag ook nog een werkblad van groep 8 van Kamp. En dan schrijft ze hier een mooiste herinnering op. Dit vond ik echt het allerleukste om te doen. Ik heb heel hard gelachen toen. Zo zou ik Kamp omschrijven in een paar woorden. En de achterkant een verhaal wat ze echt willen navertellen. Dus ik heb er al een paar binnen. Het mooiste was dat het heel leuk en gezellig was. Dit vond ik het allerleukste om te doen. Daar merk ik dat trampolinespringen heel erg geliefd was. Maar ook de rode draad. Ik, Juffe, Famke, Darcy, Marua waren al een beetje aan het eind van een rode draad. En we waren geblinddoekt. En ik schrok en riep... scheldwoord. Sorry dat ik zo scheld. En dan... Doe rustig. En Juf was aan het lachen. En het was superleuk. Het was een heel leuk kamp. Even kijken. Het verschilt een beetje. Maar vooral street jump is heel geliefd. Springen in het park. Ik heb heel hard gelachen toen we gingen weerwolf en Juf en ik werden gekoppeld. Vlotten bouwen. Toen dreef alles weg van het vlot. En daarna duwde Juf eraf en dat vond ik echt leuk. Top. Vlotten bouwen was het leukst. Street jump. Watergevecht om 2:30 s'nachts. Waar ik bij was. Iedereen laat naar bed en iedereen was slapen in de ochtend. Juf dacht dus even in de slaapkamer te komen. Terwijl iedereen lag te slapen en toen had ze de box keihard aangezet. En iedereen werd wakker. Oké, dus ik heb ze nog niet allemaal binnen. Maar het is leuk om te doen, want dit ga ik dus meegeven in een map. En wat moet ik nog meer vertellen? De werkvorm die ik dan buiten deed, was wel leuk. Het zag er echt grappig uit. Iedereen ging, zeg maar, tegelijkertijd gingen ze het zo draaien. En wat goed is om het vooraf te bespreken, hoe ga je het draaien, zodat er geen onderlinge strijd ontstaat. Maar ze waren best wel snel klaar. Dus toen dacht ik, oké, de achterkant, als ik hem nou voortaan dubbelzijdig doe, dan kunnen ze bijvoorbeeld zeggen, oké, dan gaan we nu naar een andere kleur pion en dan gaan we daarop stellen en dan hebben we nieuwe werkwoorden. Die werkwoorden konden ze gewoon laten liggen natuurlijk. Dus dat is iets voor de volgende keer, dat je dan 6 werkwoorden kan doen. En dat je dan een voor- en achterkant hebt. Dan duurt het iets langer, maar ik denk dat ze kleine 10 minuten bezig waren, misschien iets korter. Ze gingen rap, ze deden het wel goed. En waarom zou je niet naar buiten gaan met het mooie weer? Lekker buiten lessen. My way to my mooty, want we gaan vandaag naar... Leeuwenrijk of zo? Leeuwen? Nou, in ieder geval 45 minuten rijden, want ja, we gaan het katertje bekijken. En misschien nemen we hem al vandaag mee naar huis. Dus ik eet bij mijn moeder en dan gaan we door. En dan hoop ik dat dit dan het poesje is wat ik eigenlijk op 19 december met haar verjaardag zou geven. Maar aangezien mijn moeder nogal kritisch is... En dit was echt een leuk rood... katertje. Maakt haar niet eigenlijk uit of het een kater of een poes is, als het maar mooi is. Nou, ik hoop dat dat is gelukt straks.
Daar ben ik dan, bij Moetie. Hallo. Hoi. We eten kip tandoori. Zo. Lekker rustig. Maar hij lijkt zo groot ook. Nou, hij is precies vandaag 8 weken. Zo mooi hoor. Heel rustig is die. Ja, of jij bent rustig. Deze is ook mooi hoor. Ach jongens. Die ander die een afspraak heeft, komt zeker voor die grijze. Die grijze is zelf verkocht. Oh ja. En die grijs gestreepte, daar komen ze ook voor vandaag. Ja, die linker dus. Ja. Ja. Hey moppie. Oh, die wordt druk. Die wordt druk nou in ene. Oh, kill hem niet. Nee, ik kill hem niet. Maar... Kom eens even hier, schat. Schatje. Ik heb helemaal geen zin in. Kom eens even, ik wil even heen. Kom eens even kijken. Ik ga gewoon spelen, maar hij heeft zijn moeder gezien, denk ik. Oh. Hallo, jij gaat mee, denk ik, hè? Ja. Gaat ze mee? Ja, ze gaat mee. Hij. Het is een hij. Ik wil even je onderkijken. En weet je het al? Tommy of Simba? Kijk dan naar Simba. Kijk dan, kijk naar de onderkant. Simba. Hallo. Nou, ze heeft hem, hoor. Ja. En, wordt het Tommy of Simba? Simba. Ik zag het meteen. Maar doe dat ding een beetje open om te aaien. Ja, wacht even nou, want waar is die opening? Nee, niet doen, want het wel bang. Straks kruipt het er zo uit. Home sweet home straks. Oh, het is die papa. Poepie, hè? Hallo, Simba. Simba. Ja, zeg Simba. Hey. Hou. Kom maar, schatje. Kijk, ga maar op ontdekkingstocht. Oh, wat vind je het spannend met die staart tussen je benen. Oh, wat is dat spannend. Kom maar. Kom maar. Oh. Hé, hey, kom. Kom. Oh, niet op de trap. Hey. Wauw. Er staan wat brokjes in. Een dingetje zitten. Oh, je hebt allemaal stof, want... Oma maakt niet goed haar huis schoon. Er zat een stofwolk aan haar. Bij dat plekje waar ze verstopt zat. Van. Lekker. Dat zakje weer. Wasmachine kan komen, hè? Eerlijk, je wilt toch ook een kitten als je dat zo ziet? Maar ik heb genoeg aan Cheetah, hoor. Ik heb genoeg aan Cheetah. Geslaagd! We hebben een kitten voor verjaardag van december. Maar hé, hey, we hebben hem. Het is 9:30. Ik kon moeilijk afscheid nemen van Simba. Jawel, Simba. Hij is nog heel erg aan het verstoppen. Dus ik hoop... Ja, het is een grote ruimte. Dus anders altijd eng, schuw. Eigenlijk moet je dat gewoon laten gaan, hè. Maar ik vond het toch schattig. Ik ga nu naar huis mijn vlog editen. En Married at First Sight kijken. Australia, want seizoen 8 is er weer. Heb ik nog belangrijke dingen te zeggen? Ik denk het niet. Behalve over het feit dat het simultaan tafelrondje dus ook super leuk is om buiten te doen. Oké, ik zeg doei!